En welkom bij Tussen Kunst en Glitch, het programma dat probeert mediakunst op waarde te schatten. Je kent het bijna gelijknamige televisieprogramma wel, waar natuurlijk heel veel kunst op waarde wordt geschat. Maar ja, daar zijn al heel veel methoden voor. En mediakunst is nieuw genoeg en apart genoeg om dat best een stuk moeilijker te maken. Dus wat gaan we vandaag doen? We hebben vanavond 5 mooie werken om te laten zien. Fantastisch panel vol met experts dat gaat proberen die kunst op waarde te schatten. En we hebben een fantastisch muzikaal intermezzo. Mijn naam is Rachid Finch en ik presenteer graag aan jullie ons panel. Hallo, hallo. Doet deze het? Jawel. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Jan-Robert Leegte. Ik ben beeldend kunstenaar en kleine 20 jaar actief als internetkunstenaar. Ik ken de wereld van de technologische mediakunst van binnenuit. Geef er ook al jaren les in. Ik ben zeer benieuwd wat mij op mijn schoot gaat vallen vanavond. Mijn naam is Nathalie Hartjes. Ik ben directeur van MAMA, platform voor visuele cultuur en hedendaagse kunst in Rotterdam. Mediakunst, wij programmeren met name vanuit jonge cultuur. Dan is het digitale domein niet meer te vermijden. Ik vind het spannend om me naast deze coders, durf ik me geen expert te noemen op dat gebied. Maar misschien wel relevant sinds mijn 8e MTV Junkie, dus dat deel is wel weer mijn domein. Mijn naam is Rob Zwijnenberg. Ik ben hoogleraar kunst- en wetenschapuitwisseling bij de Universiteit in Leiden. Ik denk na over de uitwisseling tussen kunst en wetenschap, op welke wijze kunst reageert op wetenschap en technologie en wat de functie van kunst kan zijn in het debat over wetenschap en technologie. En ik ben Klaas Kuitenbrouwer en ik ben curator en onderzoeker vanuit de digitale cultuur in een groot instituut in Rotterdam, wat eigenlijk vooral interdisciplinaire programma's maakt. Dus ik zit eigenlijk nauwelijks in een afgebakende zone van mediakunst, maar werk altijd met digitale cultuur en mediakunst in bredere contexten. En context is een woord wat ik vaker ga gebruiken vanavond. Graag een hartelijk applaus voor ons panel. Zoal in de zaal hebben zitten. Zijn hier mensen die zichzelf mediakunstenaar noemen? Handen omhoog. Kijk, begint te komen. Zijn hier wellicht gamers aanwezig? Of game developers? Zie ik ook. Kijk aan, heel mooi. Zijn er glitch art kunstenaars? Mensen die iets met beeld specifiek doen? Kijk, die zit voorin. Dat heeft een reden, dat gaan we zo meteen zien. Zijn er wellicht kunstgeschiedenis studenten? Een halve, ja, niet helemaal zeker. Kunstgeschiedenis. Oké. Heel wat verschillende mensen dus in het publiek. Mooi, laten we gaan naar onze allereerste gast. Ja, en die behoeft eigenlijk maar een heel korte introductie. Dus ik zeg meteen, welkom Joep Gevers. Dank Joep. Het was Blaise Pascal die zei, ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte. Maar jij hebt wel heel veel tijd genomen voor iets korts. Waarom staat hier zo'n oude computer? Ik had net mijn hand moeten opsteken bij game designer, want ik ben kennelijk een game designer. Ik heb namelijk 1 game gemaakt. Die werkt alleen op deze machine. En die is heel kort. Hoe kort? 79 karakters. Op 1 regel? En dat is 1 regel. Op het beeld ziet het eruit als 2 regels, maar het is 1 programmeerregel. In Basic. Oké, je zou dus denken, 1 regelcode, nou dat is snel getikt, maar hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Het typen dat gaat redelijk snel, maar het eerste idee ontstond zo'n 30 jaar geleden. En in een paar blokken, zeg maar, heb ik daar steeds wat vanaf weten te knibbelen. En tot het uiteindelijk 1 regel was en het was klaar. En hoeveel jaar had je dan nodig om uiteindelijk die ene regel te bereiken? De ene regel heb ik bereikt in 2001, dus dat heeft dan zo'n 16 jaar geduurd, denk ik. Wauw, oké. Nou, en zo makkelijk als het voor jou en mij is waarschijnlijk om je telefoonnummer even op te noemen, zo makkelijk ken jij die precieze ene regelcode gewoon uit je hoofd? Ja, die heb ik inmiddels zo vaak gezien dat er zitten weinig geheimen in. Nou, dat wil ik wel zien eigenlijk, of je dat kan. 79 karakters. Ik begreep dat het er ook maximaal zoveel kunnen zijn op zo'n oude computer. Ik heb er nog 1 over. Ik kan er 80 van maken, maar ik kan niks verzinnen wat ik ermee kan.
Er is nog een trucje om er nog 3 vanaf te halen, maar daar heb ik 4 karakters over en nee, daar heb ik niks voor weten te verzinnen. Maar ik sta open voor allemaal creatieve ideeën. Nou, ik zou zeggen, ga er klaar voor zitten. We zien de Commodore 64 Basic Interpreter klaar zitten. Ja, geen speakbriefjes dus? Nee, ja, ik speak wel mee op de monitor hier. Dat mag natuurlijk, ja, je kan hem daar ook zien. Succes! Regel 1. Daar gaat hij. Regel 1 van 1. Ik weet niet of er nu heel geïntimideerde game designers in de zaal zitten. Die alles met een muis doen. Oké, gaat goed tot nu toe. Zo te zien zijn we ongeveer halverwege. Misschien wel verder. Voordat je dan straks het spelletje speelt, Joep. Ja. Wat is het spelletje eigenlijk? Dit was hem al. Nee. Oh, wacht, ik laat het je even afmaken. Ik werk je een beetje op je zenuwen, sorry. Ik laat het je gewoon even rustig afmaken. Dit is hem. Applaus. Hij staat erop. Tenminste, we moeten zo nog zien of het werkt. Maar als we dit spelletje uitvoeren, deze code, wat krijgen we precies? Je bent een vliegtuigje. En je moet vliegen. Je bent een spaceship. Sorry. En je vliegt door allerlei asteroïden heen. En je moet thuis zien te komen door 10 time warps te maken. En als je ergens tegenaan vliegt, ben je dood. En als je 10 warps maakt, dan heb je gewonnen. En dat in 79 karakters. Nou, ik zou zeggen, laat maar zien hoe dat eruit ziet. Goed. Oké, hij heeft een beetje een vertraging. Dat maakt het een beetje lastig. Maar dat vliegtuigje, dat ben ik. Dat lijkt me duidelijk. Ik beweeg... Oh. Ja. Ik beweeg met de 1 en de 9. Ik kan niks anders gebruiken, want dan loopt de hele boel ook vast. Het is een beetje lastig om te laten zien wat er gebeurt als je wint. Tenzij je een beetje vals speelt. Nou, dat kan natuurlijk ook. Dit was heel snel dood trouwens. En het idee is dat je naar de rechterkant van het scherm gaat. En helemaal aan de rechterkant, daar ben je even veilig. Hier komen geen sterretjes. En als ik nou nog een stukje verder naar rechts ga, kom ik aan de linkerkant eruit. Zo. Maar kom ik ietsje lager uit dan ik was, dus dat maakt het ietsje moeilijker. Elke keer als ik zo'n warp maak, je moet alles een beetje creatieve naam geven. Zo, goed. En nu ontbreken we even, dan gaan we vals spelen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Er zitten ook scores in het spel. Ik kan namelijk zien dat ik tot nu toe 46 keer naar rechts ben geweest. En dat kan ik ook aanpassen. Dus nu ga ik zeggen dat ik... Gezondheid. Flink wat opschuif. Zo. En dan ga ik gewoon door waar ik gebleven was. Hoppakee. En nou wordt het heel erg lastig. Zo. Dat ging heel simpel. En als ik nu nog een keer naar rechts ga, dan zegt hij ready. En dat betekent dat ik gewonnen heb. Ja, panel. Wat vind je hiervan? Ik vind het fantastisch. Er zijn een aantal dingen waar ik aan moet denken. Maar de vraag die je aan ons wil stellen is eigenlijk... Er zijn meerdere vragen die je stelt. De eerste is altijd van, is het kunst? En waarom is het dan kunst? En dan de volgende vraag, en ik weet niet of je daarop uit wil komen, is... En wat is het dan waard? Laten we met die eerste beginnen. Je hebt trouwens je eigen microfoon inderdaad. Is het kunst? Ja. Ja, nou, ik had al aangekondigd dat ik het woord context ging gebruiken. En eigenlijk dus... wanneer is iets kunst, dat is, dan moet jij het als kunst willen neerzetten, moeten wij het als kunst willen zien en moet dit ook helpen met het ernaar kijken als kunst enzovoort. Dat is allemaal een beetje lullige dingen, maar zonder dat dat op zijn plek is, wordt het niet kunst. Stel je voor dat het allemaal op zijn plek. Dan heb ik een vraag. Want ik weet niet of ik nou zit te kijken naar een performance van jou die... want ik vond eigenlijk dus jou, als dit een performance was, dan heb je hem onderbroken. Volgens mij was het niet helemaal een performance. Zit ik alleen naar die regelcode te kijken? Of zit ik te kijken naar een game? Maar niet alleen. Dus ook die game en die code. Of is het de performance van die game en die regelcode en de performance van het code enzovoort? En dat weet ik niet precies. Maar stel je voor dus,
even terug naar die context. Wanneer, onder welke omstandigheden vind ik dit, kan ik hier naar kunst aan kijken? Dan zie ik het als een reactie op de game scene. En binnen de game scene vind ik dit een heel artistieke respons die een heleboel dingen uitgeleed tot op het bot. En die op een of andere manier de kale mechanismen van wat een game is soort aan de orde stelt. Op een manier opent die heel weinig games eigenlijk doen. Dus binnen die, maar dan heb ik dus zelf een aantal bereid geweest om een aantal van die contexten aan te brengen waaronder ik er als kunstenaar wil kijken. En dan vind ik het een sterk werk. En dan denk ik, wat is het waard? Ja, ik heb even uitgerekend hoeveel uren er dan aan gewerkt heb. Maar het zit er dan toch wel, het is 1,5 miljoen moet het toch wel zijn. Ja. 1,5 miljoen, kijk. Dat is een mooie bedrag om mee te beginnen. Als ik heb wel een beetje volle werkweken aan 80 euro per uur heb ik dan gedaan. Ja. 80 euro per uur. Heeft het ook wel eens een tijdje stilgelegen? Het heeft echt voornamelijk stilgelegen. Oh. Okay, dus dat kan je niet zeggen. De berekening is wat aan de ruime kant. Klaas, mee eens? Rob, sorry. Ik neem als uitgangspunt voor mijn reactie op dit werk een ander werk en dat is een boek. En ik hoop dat ik daar de dia van krijg. Nee? Dat is niet, want je het wel mooi ziet daar. Oké. Nou, dus dat is een boek van Jarek, The Forms of Art. En dat boek gaat over hoe kunst in deze samenleving waar de traditionele functies van kunst zijn overgenomen, vooral door de entertainment industry, hoe kunst nog een rol en een functie kan hebben en welke rol en functie dat moet zijn. En als je denkt aan de traditionele functies van kunst, is het schoonheid geven, is het troost geven of allerlei andere functies. Die zijn verloren gegaan in de entertainment industry. En die vraag van wat zou kunst dan nog kunnen zijn in onze samenleving, waarom kan kunst nog urgentie en relevantie hebben in onze samenleving, dat is de vraag die deze filosoof stelt in dat boekje The Force of Art. En dan gaat het hem voornamelijk om dat hij kunst probeert te positioneren als iets dat een ander gesprek, een andere ruimte opent dan door die technologie geopend wordt waarvan jij bijvoorbeeld gebruik maakt. Vanuit zo'n invalshoek, dus dat ik zeg van kijk, je maakt helemaal gebruik van die technologie. Je stelt die technologie niet zelf aan de orde, je ondervraagt die technologie niet. Dan is de urgentie en de relevantie van dat werk dat je hebt gemaakt als kunstwerk, of in ieder geval als werk dat een bepaalde relevantie heeft in onze cultuur, laat dat kunst dan nog maar even zitten, die vind ik niet heel. Vind ik het een werk dat eigenlijk volledig opgaat in die technologie zelf, zonder dat het iets, dat het een soort tegenreactie of een ander verhaal vertelt dan die technologie zelf. Vanuit dat oogpunt zou ik zeggen is de waarde, eigenlijk nul. 1, oké. 0 of 1. Joep, 1 of 1,5 miljoen is er nog wat tussen. Die 1,5 miljoen was aan wat inflatie onderhevig, geloof ik. Was het je allemaal om geld te doen? Ja, natuurlijk. Daar doe je het allemaal voor, toch? Zo is het, wellicht, of niet. Je volgende spelletje? Tetris. In 3. In 3 karakters. Dat lijkt nog lekker mooi, maar dat 3 regels. Tetris in 3 regels. Nou, wellicht zien we je over 30 jaar terug. Joep Gevers, dankjewel. Ja, we kunnen allemaal niet meer zonder internetbrowser. En in bijna alle browsers ziet alles er hetzelfde uit. Elke website die je bezoekt ziet er hetzelfde uit. Maar je kan er ook abstracte kunst van maken met een speciale plugin. En Rafael Roosendaal heeft dat gedaan. Die heeft daar een hele mooie expositie van gemaakt. En een liefhebber daarvan is Lotte van Es. Applaus voor Lotte. We zien het hier eigenlijk, de New York Times. En de New York Times in allerlei kleurtjes. Vertel. Ja, dat klopt inderdaad. Wat Roosendaal gemaakt heeft, is dus een plug-in die je kan installeren in je Chrome-browser. En daarmee kun je ervoor zorgen dat als je hem aanzet, je hele webpagina verandert in een
kleurrijke compositie van rechthoeken. En wat ik daar eigenlijk zo leuk aan vind, is dat hij vooral bekend staat om de websites die hij maakt. Maar dit werk kun je eigenlijk toepassen op alle internetpagina's die er maar zijn, waardoor het werk er op oneindig veel manieren uit kan komen te zien. Is het ook zo dat als je nu de pagina herlaat, dat de kleuren anders zijn? Ja, dat klopt. Ja, je kan nog steeds doorklikken in de website. Je hebt alleen niet zo heel veel idee van wat je precies aan het doen bent. Want je ziet geen tekst meer. Maar alles werkt gewoon. En, ja. En ik begrijp dat jij dit plugin standaard aan hebt de hele dag. De hele dag, ja. Dat dacht ik al, ja. Het ziet er inderdaad mooi uit. Heb je een favoriet? Een favoriete website waarbij je denkt, die abstracte kunst ziet er extra spectaculair uit? Ik heb er eentje voorbij zien komen van een Google Docs bestand. En dat zijn dus allemaal hele kleine vakjes waardoor je heel veel kleurvlakken krijgt. Dat vind ik leuk. Maar wat ik eigenlijk het allertofste aan het werk vind, is de manier waarop het geëxposeerd wordt. Hij heeft zelf namelijk een aantal screenshots gemaakt van de meest interessante composities. En daar heeft hij wandtapijten van laten weven. En ja, die kunnen dus geëxposeerd worden in musea, galeries. En dat vind ik een leuke manier, omdat met internetkunst vaak lastig is hoe je dat nou tentoonstelt. Vind ik het een hele creatieve oplossing. Zou je het zelf aan de muur hebben? Ja, absoluut. Heb je het misschien aan de muur? Nee, heb ik niet. Nee. Dat niet. Oké, we gaan naar het panel. Kijken of dit dan kunst is of niet. Nathalie. Ik zeg ja, ik zeg alles, alles is kunst. Ja, ik ben er niet zo heel streng in dat oordeel of het wel of niet kunst is. Ik vind het interessanter wat het met je doet of welke zeggingskracht het heeft. Maar dit is een interessant werk omdat het op verschillende platforms verschijnt. Wat bij mij dan zeg maar, de vraag op komt stellen, omdat we het nu ook over waarde hebben. Welke waarde heeft het in welk platform? Wij werden ook gevraagd om een aantal referenties aan te dragen. Naar aanleiding van dit werk heb ik, maar dat komt vast zo wel, hoeven niet meteen naar, maar het moest meteen denken aan werken van twee kunstenaars, Marine Hugonnier, een Franse kunstenaar, en Doug Ashford, een Amerikaanse kunstenaar. Dit is het werk van Marine Hugonnier. Zij heeft beelden, dat heeft ze nu bij de New York Times, maar ze heeft het ook bij een Arabische krant, bij meerdere kranten, die vervangt ze het beeld uit de kranten met werk van Ellsworth Kelly. De redenatie achter die vervanging in dit werk is dat Ellsworth Kelly werk maakte voor de publieke ruimte en de krant een nieuwe publieke ruimte is. Nou, dat past zich ook toe op het internet. Ik vind het internet is een van de nieuwe publieke domeinen waar we mee te maken hebben en gaat dezelfde vervanging aan. En het volgende werk van Doug Ashford, die heeft een hele zware connotatie. Die heeft een hele uitgave van de New York Times eigenlijk bedekt. Dit werk heet The Day After en is de uitgave van de New York Times de dag na 11 september. Waardoor je meteen met een associatie zit van eigenlijk een dag waarbij ja, het nieuws niet gedragen kon worden of bedekt kon worden. En Doug Ashford is in zijn werk ook altijd op zoek naar, naast hele rationele beelden, een soort emotieve kracht te vinden. Als je dan weer teruggaat naar het werk van Raphael, dan, ik heb daar moeite mee, ik vind het ook fascinerend. Misschien is het juist wel helemaal on point, want omdat hij zo een beetje at random al die websites gewoon een abstracte compositie van maakt, denk van ja, het is bijna een beetje cynisch. Of zo, van het is allemaal bedekt en het doet er niet meer toe wat je ziet. En tegelijkertijd denk ik van ja, oh, misschien heeft hij wel echt gelijk. Want als ik op mijn telefoon voor een serietje zit, dan registreer ik ook echt nog maar 30% van wat ik eigenlijk aan het lezen ben. Dus ik vind het, misschien dat daar juist de kunst zeg maar, zit, dat hij echt wel wringt. Dat ik eigenlijk wil ik het helemaal geen goed werk vinden, want ik vind het een cynisch werk. Maar hij slaat de spijker wel op zijn kop. Jan Robert, is dit inderdaad het toppunt van cynisme in de mediakunst? Ja, nou, dat is wel iets een beetje wat eerst in de tijd geeft. Ik denk dat dat ook gewoon een iets wat je de laatste jaar of 10 geleden, toen dit een beetje aan het opgroeien was, dat daar een hele nihilistische manier van omgaan met de kunst was in dat veld. Maar ik wil het even klassiek kunst en kitsch even in een context plaatsen van waar ik denk dat het een beetje vandaan komt. En ik wil even
publiek terugverwijzen naar good old Piet Mondriaan, want het is ook niet voor niks een inspiratiebron van Rafael Roosendaal. Ik weet niet of we nog een beeld hebben daarboven. Dit kennen jullie natuurlijk allemaal wel. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... kijk, dit werkt ons nog helemaal niet cynisch, dus het is wel iets wat we in ons oog kunnen houden. Maar het gaat wel om een soort data-visualisatie en het wordt al gezien als abstract werk, maar het is eigenlijk representatief, alleen geabstraheerd. En dat is ook iets wat je bij Rafael ziet. Ik wilde van dit werk even naar Peter Halley, dan zitten we ineens in de jaren 80, ook weer in New York. En het werk van Peter Halley is eigenlijk ook weer het soort van blootstellen van, of het abstraheren van structuren en ook geïnspireerd door diagrammen en systemen. Dus het is eigenlijk een hele traditie van abstractie waar hij in werkt. Ik denk dat je daar ook in moet lezen. Het is natuurlijk heel makkelijk om... Ik denk dat het verstandig is om het daar te lezen. Hè? Want je kunt natuurlijk allemaal zien of de dingen missen vanuit andere kanten. Maar hij werkt ook heel erg sterk vanuit één traditie. Ik vind dat hij daar een hele... Hebben we het werk van Peter Halley nog? Peter Halley. Even kijken of het daar nog te vinden is. Zo niet al. Komt eraan. Het rolt er nogal langs. En ik vind dat hij daar een hele goede... De kleur lijkt me ook overduidelijk. Er is trouwens... Van dit werk hoppen we weer even naar de jaren 90, eind jaren 90, naar het werk van Peter Luining. En Peter Luining die was eigenlijk de eerste die dat soort werk op het internet ging uitvoeren. Het verschil wel dat hij wat minder als die andere heren een soort systeem aan het blootleggen was, maar veel echt puur uit die abstractie werkt. Maar wel weer een hele sterke brug is geweest naar Rafael Roosendaal. Dus ik denk dat je een hele lange lijn kan zien naar waar hij toe beland is. Hij is op dit moment zeer herkend. En hij is internationaal zeer herkend in wat hij doet. Dus ik zou hem op een goede waarde schatten. Zeker. Een goede waarde, zeg je? Een goede waarde. Ja, ik kan wel een nummer noemen. Echt iets kwantitatiefs bij? Geen 1,5 miljoen of wat was het ook weer? 1,5 miljoen, nee. Dat gaat het niet worden. Maar dat gaat het niet worden. Ach, zo'n 15.000 of zo. Maar, ik denk maar dat hebben we het dan over... Maar dat is een goede vraag, de website. Hebben we het over de plugin of waar hebben we het over? En is de plugin uniek of... Nou, mensen houden van prijs. Ik denk dat zo'n plugin wel als een unicum verkocht wordt. Je kan hem ook downloaden, maar ik weet zeker dat je hem als unicum kan krijgen. Ik denk dat het echt heel tof zou zijn als die plugin juist, dat je die aan iemand anders kan geven. Ja. Als virus of obstakel. Dat je het werk koopt om bij iemand anders op zijn computer te zetten. Ja. Ja, zeker. Dat leek mij interessant heel model daarbij. Hij is gewoon volgens mij in de extension store gewoon down te loaden. Je kan hem gewoon gratis downloaden. Gratis. Ja, dus daarvoor is de waarde nul. Dat is helemaal waar. Dat is gewoon een freeware product. Ja. Oké. Okay. Rafael Roosendaal dus, Abstract Browsing. Dankjewel, Lotte van S. Sommigen van ons worden muzikanten, anderen van ons zijn gamers, sommigen doen het allebei. En één persoon doet het allebei tegelijk. Joost van Dongen en Cello Fortress, ons intermezzo van vanavond. Ja, Joost speelt dus op een cello, maar het is multiplayer. Er zijn mensen die mee zouden kunnen spelen met controllers. Dus als je denkt, ik wil wel tegen Joost spelen. En vier mensen heeft hij nodig. Ik zie hier een enthousiaste speler. Ja, kom maar lekker naar het podium. Jij ook? Ja, gezellig. Twee, daar is nummer drie. En de allerlaatste, ik zie je daar een speler. Ja, je dacht het niet, maar het gaat toch gebeuren. De vier opponenten van Joost van Dongen. Chanel. Kom lekker op het podium. Nee. Je hoeft niet het podium. Je hoeft niet het podium op van Joost, maar daar heb je de controllers, die mag je erbij pakken. Oké, zij besturen dus iedere tankje, ze spelen tegen mij. Ik bestuur de wereld door cello te spelen. Als ik bijvoorbeeld hoog en snel speel, gaan die katapulten schieten. Als ik lelijke akkoorden speel, komen de vlammenwerpers. Lage noten komen de mijnen. En als ik laag en snel ga spelen, zijn ze helemaal de pineut, want dan gaan ze ook nog bewegen. Ik heb zo een heleboel aanvallen. Ik speel echt tegen hun. Het is live improvisatie, dus ik speel geen bestaand stuk. Ik reageer echt op wat ze doen. Ik moet ze dadelijk denk ik even terugpakken voordat ze nu alvast dingen aan het slopen zijn. Jullie kunnen dadelijk de hele tijd naar boven rijden. Daar staan steeds meer katapulten. Het doel is gewoon zoveel mogelijk katapulten slopen.
Succes! Vind ik heel knap. Goed gedaan. Absoluut goed gedaan. We hebben volgens mij tijd voor nog één kort potje. Ja, er zijn er vier anderen die willen spelen. Misschien vier mensen die wel eens wat vaker games spelen. Zijn er die toevallig hier? Kom je erbij dat zij dat nooit doen, Joost? Helemaal niemand die durft? Zoveel mensen hier? Kijk, nou, 1, 2, 3 en ik zie vier mensen staan nu. Ja, heel goed. Ik ben benieuwd, Joost, of het nu heel anders klinkt, dit tweede potje. Kijk, deze gamers gaan erbij zitten, hè? Daar zie je het verschil al. Geel. Precies, concentratie. Goed. Oké, hebben jullie allemaal door welke kleur je bent? Ja? Mooi. Oké, nou, succes.
Misschien moeten jullie ze even helpen. Je kunt die aanval namelijk horen voor je hem ziet. Het is altijd deze melodie. De witte speler is heel koppig, denk ik. Gefeliciteerd. Joost van Dongen, dankjewel. Geef hem nogmaals een hartelijk applaus. Tijd voor alweer het derde werk van vanavond. Het is werk van Oliver Larrick, 3D-scans. En we hebben een liefhebber hier in de zaal, Bas Hendricks. Bas! Voorzichtig met de kabels, ik kan het nu weten. Bas, voordat we het over die 3D-scans hebben, je bent bezig met het Impact Festival. Ja, klopt. Impact is een festival voor kunst, technologie en nieuwe media hier in Utrecht. Ik ben de curator dit jaar en dat begint over een maand. Dus 26 tot 30 oktober. En ik werd vanavond door Setup uitgenodigd eigenlijk om een van de werken uit het festival te presenteren. Dus ik heb deze gekozen. Het onderwerp voor het festival is de vraag wat authenticiteit betekent. En dan vooral onder media die zich steeds zijn ontwikkelen en verregaande invloeden van technologie. En dit werk van Oliver Larrick dat legt eigenlijk die vraag van zowel authenticiteit als auteurschap heel goed bloot. En eigenlijk bijna net als Rafael Roosendaal, wat net werd getoond, is het echt zo'n werk dat in verschillende versies bestaat, zowel digitaal als print. Maar voordat ik helemaal in detail ga, misschien eerst het even uitleggen. Het is een werk dat werd gemaakt voor het Lincoln Center. Werd er weer uitgenodigd en die hebben een grote collectie sculptuur. En dat is echt van alles, van Romeins tot ornament tot bustes. Van alles eigenlijk. En die heeft hij allemaal ge-3D-scand. Die kan je van zijn website halen of van Lincoln 3D-scand. Het bestand, zeg maar. Ja, precies. Dus je hebt ze gewoon als een 3D-scand bestand. En je kan dat gebruiken eigenlijk voor wat je wil. Dus een game designer kan dat gebruiken. Of een consument. Je kan dat zelf printen en thuis neerzetten. Of als architect kan je bijvoorbeeld zo'n ornament voor een van je ontwerpen gebruiken. Dat is zijn project, dus dat is ook wat we in Impact laten zien. En ik geloof dat we er... Oh, hij staat er al. Ik wou net zeggen, ik geloof dat we er eentje hebben die geprint is. Die staat hier. Oh, dit beweegt ook. En... Hij bewoog inderdaad. Hij doet het nog, gelukkig. Maar ik vond het een leuk voorstel om van Setup om te zeggen dat dit hier vanavond zou zijn. Eigenlijk omdat het... die print kan iedereen zelf maken. Je kan het bestand downloaden en je kan er zelf eentje van afdrukken. En dat kan zo klein zijn of dat kan life-size zijn. Eigenlijk wat je wil.
En hij heeft het met zijn werk ook over versionicity, dus eigenlijk hoe zijn werk tegelijkertijd in verschillende varianten kan bestaan en hoe dat circuleert op verschillende platforms, dus online en in print en in een tentoonstelling en in een animatie bijvoorbeeld. Oké, okay, klinkt handig, klinkt creatief, maar is dat wel kunst? Ik begin bij Klaas. Dankjewel voor deze vraag. Ik wil eerst nog even iets toevoegen aan, het is een reactie op jou, maar het geldt ook voor die eerste twee werken die we besproken hebben. Ik heb haar een paar keer herhaald, het gaat, is iets kunst, is eigenlijk een vraag die heel erg gaat over onder welke context en condities wordt iets gepresenteerd. Maar dat is niet het enige. Zeg maar in de, laten we zeggen, klassiekere of gangbare kunstpraktijk met musea, galeries enzovoort, dan is die kunstcontext is dus ingericht. En dat betekent dat je al bijna niet meer anders naar datgene wat je kijkt, kan kijken als naar kunst. Dat is anders bij mediakunst, want die context ligt niet vast. Dus dit roept de vraag op, dus dit betekent dat voor een mediakunstenaar het zaak is om af te dwingen dat je publiek op een artistieke manier naar jouw werk gaat kijken. Dat betekent dat je op die contexten allemaal, dat je daar allemaal positie over moet innemen. Dus als ik dan even terug ga naar die game van het begin. Ik was bereid om die contexten aan te brengen en daarnaar te kijken als naar kunst onder de, zeg maar, de aanname dat het een commentaar is op de game zien. En dan vond ik het een goed werk. Maar de vraag was, heb jij die kunst, heb jij die positie willen innemen? Die vraag heb ik natuurlijk niet beantwoord. Hetzelfde geldt voor Rafael Roosendaal. Dat doet op allerlei esthetische manieren iets met de browsingervaring. Ik vind het de vraag bij dat werk, ik ben op zich een liefhebber van Rafa Roosendaal, ik vind het wel de vraag of hij mij afdwingt om op een artistieke manier naar zijn werk te kijken. Aan de andere kant, het kan ook niks anders dan kunst zijn, maar de vraag is of dat genoeg is. Oké, okay, lange inleiding, maar dat gaat, komt mij bij dit werk, want voor mij gaat dit over het vermogen van de zeg maar, digitale zintuigen om niet een complete blik op een object te hebben, maar om één aspect te isoleren, namelijk het oppervlak, en al het andere te negeren. En nu reageer ik vooral op die online versie, dus met die 3D-huiden. Waarin eigenlijk een totaal heterogene verzameling dingen teruggebracht wordt tot een verzameling grijze huiden op ongeveer dezelfde schaal, of eigenlijk schaalvrij zijn ze. Op zich vind ik dat een interessante bewerking, maar de vraag is of Oliver aan mij afdwingt naar die dingen op een artistieke manier te kijken. En ik vind dat eerlijk gezegd niet. Dus ik ben best bereid naar die dingen met een artistieke blik te kijken. Maar ik vind eigenlijk dat hij mij niet afdwingt dat te doen. En dan, ja, ik kan die verzameling 3D-scans op een heel instrumentele manier bekijken. En mij zeggen ze wel iets uit mijn keus over een vermogen van digitale zintuigen om, ja, dus een niet-synthetisch oordeel, maar een heel geïsoleerd oordeel over een bepaald aspect te hebben. Maar bij mij laat dat hele, ik vind dat niet per se een artistieke ervaring. Bas, wat vind je daar zelf van? Ik denk dat er eigenlijk twee varianten zijn. Als je zegt, dit is het werk en dit is het oorspronkelijke werk, dan kan ik me daarin vinden. Maar je hebt natuurlijk ook, hij gebruikt zelf deze 3D-scans ook om er weer 3D-prints van te maken. Die zijn dan fel gepigmenteerd, dus je hebt een hele duidelijke kleurstelling. Maar dat is ook een wat meer artistieke interventie en die presenteert hij vaak in zijn eigen tentoonstelling. En ik denk dat ze daar op een bepaalde manier van status veranderen, want daarmee transformeert hij het meer tot iets wat eigenlijk zelfs nog binnen dit open source werk zijn signatuur heeft. Dus echt een Oliver Larique werk. Je koopt dan ook echt hem als naam, als merk als het ware. Rob, is hier een prijskaartje aan vast te hangen, denk je? Oké. Okay. Mag ik mijn quote weer? Ja, ik had ook nog een referentie trouwens. Okay. Daar komen we zo nog even op terug, inderdaad. Heel goed. Ik weet niet naar wie ik moet kijken, maar oh ja, oké. Okay. Misschien is het goed als ik toch even die quote wat langer bespreek. Elke quote, hè? En graag de volgende dan. Oké. Okay. The status art's importance today cannot be explained simply in aesthetic or cultural terms, but has to take into consideration how artworks question the technological character of modern power. Nou, laat ik eerst proberen uit te leggen waarom deze quote volgens mij iets zegt over dit kunstwerk. Dus wat,
Jarek. En ik kan u echt aanbevelen om dit boek te lezen. Het is echt een heel erg interessant boek. En het geeft je ook een soort theoretische grond om te begrijpen wat er gebeurt in die interactie tussen kunst en technologie. Wat hier wordt gezegd is dat kunst alleen maar relevantie en urgentie, dat een kunstwerk, moet ik zeggen, een werk alleen maar urgentie en relevantie kan hebben als het op een of andere manier de technological character of modern power ondervraagt. Dus als het reageert op datgene wat dominant is in onze samenleving. En wat dominant is in onze samenleving zijn allerlei technologieën. We zijn een technologische samenleving. Deze theorie geeft mij dus een soort achtergrond om iets te zeggen over het kunstwerk. Want wat Jarek daar zegt is eigenlijk dat hij vindt dat kunst altijd, hè, wat ik er straks ook zei, een open ruimte moet creëren waarin een andere blik mogelijk is, waarin een soort counterforce mogelijk is tegen die commodificerende, estheticerende kracht van onze technologische cultuur. Nou kun je natuurlijk zeggen van ja, dat is aardig dat je zoiets tot uitgangspunt neemt, maar kijk je daar niet op een hele theoretische manier aan tegen kunst? Want mijn buurvrouw Nathalie, die zei net zoiets van ja, maar het gaat mij toch eigenlijk om de zeggingskracht in het werk en wat het met je doet en emotie. Maar dat vind ik, als je zo reageert op een kunstwerk, dat vind ik een vorm van intellectuele luiheid. Omdat je dan eigenlijk... Omdat je wat je eigenlijk doet is zomaar reageren zonder dat je expliciet maakt van waaruit, vanuit welke achtergrond je eigenlijk reageert. En je reageert altijd vanuit een theoretische achtergrond, ook als je die achtergrond niet expliciet maakt. Dus ik vind het Ik wil juist... die best wel expliciet maken. Zeg maar, als ik met één auteur zou willen omarmen, zou dat Dave Hickey zijn, auteur van boek essaybundel Air Guitar onder andere. En die breekt juist de lans voor weinig onderscheid maken tussen wat nou kunst is of wat uit populaire cultuur komt. En hij stelt zichzelf bijvoorbeeld ook de vraag van wat doet kunst voor jou? Dat is inderdaad mijn vertrekpunt. Ja, maar, ja. Maar dat gaat dus even dus een commentaar van jullie allebei. Want jullie slaan allebei over, of doen allebei net, of dat kunstwerk dat eigenlijk doet. Maar, en dat is mijn punt de hele tijd, dat doe je eigenlijk zelf. Nou, en het gaat over de bereidheid die je hebt om, dus dat werk ondervraagt op zich niks. Ik heb de bereidheid mij door dat werk te laten ondervragen. Maar mijn punt is dus, dat werk moet mij daartoe wel uitdagen. En, Nou ja, daar ben ik met Klaas helemaal eens. Oh. Dit werk daagt mij in zekere zin uit om, als ik kijk naar die quote van Jarek, het werk van Jarek kent, waar hij dus echt zegt dat kunst die transformatieve kracht moet zijn in onze samenleving. Dat het niet zomaar een beetje spelen moet zijn of zoiets maar een leuk dingetje moet zijn. Dat het voorbij moet gaan aan esthetisering, dat het voorbij moet gaan aan commercialisering of commodificering. En dat het ook voorbij moet gaan aan representatie. Nou, dat is precies wat ik in dit werk zie gebeuren. Klaas noemde al van het werk focust eigenlijk alleen maar op één kwaliteit van al deze beroemde beelden in. Dat is op de oppervlak. Het geeft je ook een soort gevoel van wat moet ik daar nou mee? Heel erg belangrijk dat je even niet zo goed weet hoe je daarop moet reageren. Het opent dus een ruimte voor je waarin je zelf moet beslissen wat er met het kunstwerk aan de hand is. Mijn grote bezwaar bij dat eerste kunstwerk is precies dat al vast ligt hoe ik daar moet reageren. Dat mij al verteld wordt, dit is waar het precies om gaat. Terwijl dit werk eerst een soort iets, ja, wat is dit nou? Is dit niet alleen maar een beetje flauwekul? En dat, nou ja goed, dat kan ik ook. Vervolgens raak ik in een soort, dat ik denk, maar ja, wat is het eigenlijk? En dan vind ik dat ondervraagt het, geeft ook kritiek op al dat soort technologieën die een soort gelijk nivellerende werking hebben, waar het eigenlijk allemaal niets meer uitmaakt hoe het eruit ziet,
waar het wordt gereduceerd tot het oppervlakte. He? Dus ook het oppervlakkige van onze cultuur wordt hier heel erg aan de orde gesteld. Ik weet niet of het werk daarover gaat, maar in ieder geval, voor mij vertelt dit werk dat, dwingt het werk mij om zo na te denken. Dat is nogmaals mijn kritiek eigenlijk op het feit dat je zegt van ja, het maakt niet uit of het kunst is, het maakt niet uit of het populaire cultuur is, als het maar wat met je doet. Maar dat, daar begon ik ook mee. Als ik 's avonds naar de tv ga kijken, dan kan ik de hele avond of heel erg blij zijn, of ik word ontroerd, of ik zie vreselijke beelden. Als ik dan zou zeggen, ja god, dat maakt eigenlijk niet uit wat het allemaal is, of het nou kunst is of populaire cultuur. Dan stel je jezelf precies terug in een positie waarin onze cultuur op dit moment zich eigenlijk bevindt. Namelijk dat alles maar gelijk geschakeld wordt, dat alle emoties gecommodificeerd kunnen worden, ingezet kunnen worden om daar geld mee te verdienen. Dit werk nu doet dat precies net niet. Dus ik vind dit, ik kan er nog wel veel meer over zeggen, maar Klaas gaat ook, en dan kan ik het weer niet eens zijn met Klaas waarschijnlijk. Dus ik zou zeggen, ik zou dit werk best willen hebben. Maar dat kan niet. Maar dat kan niet, nee, maar goed, op een of andere manier. En ik zou zeggen, nou, dan is het toch wel, dan heb ik er wel 3000 euro voor. 3000 euro, ben je eens? Nou, volgens mij kan je ze ook gewoon, kijk, je kan ze wel hebben, maar niet zo dat jij het alleen hebt. Nee, maar dat wil ik het alleen hebben. Ja, maar dat is lastig. Ja. Maar eigenlijk is wel, dus ik ben het eigenlijk helemaal eens met jouw lezing van wanneer is kunst interessant. Maar mijn lezing van dit werk verschilt wel precies, staat eigenlijk tegenover die van jou. Want ik heb wel het idee dat dit werk niet leert. Jij zegt het stelt vragen over nivellering. Ja, dat vind ik, ja, dat is jouw bereid. Dat is heel keurig van je. Maar voor mij stelt het die vraag eigenlijk niet. Volgens mij benadrukt het. Ja, bij mij benadrukt het. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Als het werk benadrukt de nivellering, dan ja, en tegelijkertijd dat je iets goed weet hoe je daar nou eigenlijk mee om kunt gaan. Dat vind ik het knappe van het werk eigenlijk. Dat het feit alleen al dat wij er zo over praten. En dat we dat toch dit gesprek... Ja, maar dat komt weer, nou, ja, weer door deze context. Worden hier betaald om zo. Ja, nee, oké. Maar dat gaat er toch niet. Ja. Ja, dat eerste werk, dan denk je, ja, oké, leuk en hartstikke goed bedacht en door. Ja, maar eigenlijk had ik het daar wel even over willen hebben. Ja, doe maar. Nou, wat dus... Heel kort dan. Ja, dat is dus ik heb het al gezegd. Nee, die context van als je die game context neemt als vertrekpunt voor zo'n werk, dan zegt dat veel meer dan als je technologie in zijn algemeenheid neemt of de maatschappij. Dus dat is weer zo'n frame wat je toch mee moet nemen. En ik vind dus dat hier een beetje ontbreekt. Jij brengt het aan, ik vind het met jouw blik erbij ben ik het helemaal met je eens. Maar ik vind het er niet, komt er niet helemaal uit. Is de nadruk context, is dat ook eigenlijk niet maar gewoon een trucje? Waar je gewoon maar een beetje, ik kijk eens naar die context, dan is het dit of dat. Dat lijkt me een uitstekend debat om straks voor te zetten. Na het laatste item, tenzij iemand hier echt ontzettend geïnteresseerd is op dit moment, want ik wil ook wel graag door naar de volgende items 4 en 5. Kun jij het vinden met het prijskaartje van 3000 euro? Ondanks dat je het dus niet als enige kunt hebben. Als ik Oliver was, zou ik het maar eindelijk zeggen. Ik ben daar ook er niet voor. Nee. Geen 3000. Nee, maar het komt ook omdat het hele punt is dat die modellen gratis ter beschikking gesteld worden. Uiteraard, dat maakt het inderdaad lastig. Hans Hendricks, dank je wel voor het opzetten van deze enorme discussie. Gauw door naar Breed van Driessen en Verstappen. Hier is liefhebber Maria Verstappen. Liefhebber. Tot. Vrij logisch in dit geval natuurlijk. Hallo. Maria, dit moet je toch even uitleggen. Ik zie iets van 30 bij 30 bij 30 ongeveer, maar waar kijken we nou naar? Dit is een houten object, houten sculptuur. Het is gemaakt in 1995 in een residentie in Canada, een houtwerkplaats. En we hebben toen 4 objecten gemaakt, maar eigenlijk is dit een... Ja, het heeft een digitale oorsprong.
En het heeft een programma als oorsprong wat driedimensionale groeisels bouwt. En dit is eigenlijk één van een ontelbaar aantal mogelijkheden die uit zo'n programma kan groeien. Probeert dat programma iets specifieks te simuleren? Het is eigenlijk een soort van celdelingsprincipe. We zien op de slide visualisatie van hoe het programma vanuit één cel, wat een kubus is, steeds gaat opsplitsen. En telkens bij iedere deelfase deelt de cel in 8 nieuwe cellen die dan wel of geen volume kunnen bezitten. En daardoor krijg je een soort van architectuur, doordat sommige cellen leeg blijven en sommige die worden vol, zeg maar. Het had dus ook een heel ander uiterlijk kunnen hebben als je gewoon wat langer gewacht had of misschien het programma opnieuw gestart had. Heb je dan gewacht totdat er iets uitkwam waarvan je dacht, dat zou ik nou in het echt willen maken? Ja, want zo'n programma dat kan echt duizenden vormen ontwikkelen. Je kijkt dan eigenlijk, zeker in de fase toen wij deze objecten met de hand bouwden, moesten we ook kijken naar de bouwbaarheid ervan, wat je met de hand nog kan zaken. En je kijkt natuurlijk ook als je een reeks maakt naar de diversiteit binnen de reeks. Dus je wil gewoon een aantal hele verschillende objecten maken, zodat je die naast elkaar kan zetten. Zodat je het principe ook kan laten zien dat het eigenlijk een multi-vorm oplevert in plaats van één enkel sculptuur. Naar het panel. Jan-Robert, wat is dan, als het al inderdaad onder de noemer kunst valt, is dat dan het algoritme? Is dat het bouwwerk zelf? Is dat de combinatie van die twee? Het is een proces. En het is het resultaat van een proces in dit geval. Ik vind het eigenlijk best wel... Ik wil dat wel even terugloopen naar Oliver's werk. Ja. Want wat hij daar neerzet is eigenlijk ook een generatief proces. Hij pakt zeg maar die beelden, daar maakt hij scans van, die laat hij los in het internet. Waarschijnlijk vergaan de originele beelden en er ontstaat een soort woekering van reproducties die als totaalbeeld iets nieuws worden. Die traditie heet soort van generatieve kunst. Dat kent digitaal algoritmische versies, dat kent zelfs versies met biologie, dat kent versies met tastbare objecten. Dat is duidelijk wat we hier voor ons zien. Zo ga ik weer. Ik ga gewoon wat historische context bieden. Geen technokritiek. En ik dacht, ik gooi even plaatjes tegenaan voor de mensen. Maar ik hoop dat jullie dat zien met Larrick. Want dat is een beetje ook zijn insteek. Is die versies, die complexiteit van versies. Dat is natuurlijk een generatief proces. En dat is iets ook precies wat hier gebeurt. Hebben we een dia van Every Icon toevallig. We gaan eens even terug in de tijd en laten we eens even wat werken zien uit die geschiedenis. Dit is een heel bekend werk wat eigenlijk binnen een grid van 32 bij 32 alle permutaties afloopt van vlakjes die aan en uitgaan en dus eigenlijk alle mutaties doorlopen. En op zo'n elk moment dat je naar kijkt, heb je een uniek werk. Ja, het zal bijna altijd iets heel abstract zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor dit ding. Ik bedoel, als je maar lang genoeg rendert, dan komt er ineens een kip uit waarschijnlijk of zo. Dit is van John F. Simon Jr. We kunnen even door naar Manfred Moore, een voorbeeldje. Computer. Dus er is heel veel werk en ik vind het wel leuk wat we hier nu zien. Want heel veel van het werk werkt in de traditie van gegenereerd beeld door computers. Nou is dat hier ook zo, maar dit kan natuurlijk ook gewoon een regel zijn wat je uitvoert. Dus het heeft natuurlijk een hele fysieke werkklank. Wat je hier ziet is natuurlijk ook, het zijn gewoon generatieve processen die gewoon verstild worden. En dat beeld, dat vang je. En dat is eigenlijk een traditie die heel sterk is vertegenwoordigd sinds computers er zijn. Dus dat zou je, vandaar dat de mediakunstcontext in dit geval wel relevant is. Dus sinds de jaren 50, 60 meer is dit soort werk heel toenemende mate een soort traditie geworden. Vero Molnar is nog zo'n voorbeeld uit dezelfde generatie, waarbij ze, zie de overlap. Er zijn nog een soort licht en donkere vlakken en dat is natuurlijk ook gewoon puur op dobbelbasis eigenlijk gebaseerd. En tenslotte wil ik Zorro Feigl erbij halen, een hedendaagse Nederlandse kunstenaar, waarbij we de slag maken naar het fysieke. Dus in dit geval het gaat weer om dat procesmatige werk. Hier zit een motortje gewoon een lint te draaien door een ruimte.
En wat je eigenlijk ziet is gewoon dat het eindeloos zich hervormende compositie wordt. Allemaal hele formele uitingen, maar in die lijn zou ik dit werk willen zien. Het is een oud werk uit 1995. Ik weet dat ze al heel lang bezig zijn. Het is ook wel leuk te zien hoe dit inderdaad iets... Hij verkleurt al, de tijd is al overheen aan het vreten. Tegenwoordig zou je inderdaad verwachten dat het allemaal geprint wordt. En, Dat is ook wat we tegenwoordig doen. Tegenwoordig laten we objecten die nog een hogere resolutie hebben als dit... Op ongeveer deze grootte printen in roestvrij staal. Dus dit is echt nog van voor de 3D-printperiode. Ja. Dus, en voor ons is het altijd belangrijk geweest om zeg maar, de hele lijn van op ontwerp tot de productie eigenlijk geautomatiseerd te krijgen. Dus in deze fase was dat nog niet mogelijk en was dat voor ons eigenlijk ook wel frustrerend, omdat met name heel veel mensen het handwerk eraan heel erg waardeerden. Terwijl dat voor ons eigenlijk een bijzaak was. Ja, en eigenlijk afleiden van het proces. Dat is het concrete element in jullie werk wat denk ik heel belangrijk is. Maar dat is bij ander werk van jullie weer wel heel nadrukkelijk. Speelt dat een rol? Dus dat kan ook wel hier verwarring opleveren. De morfotheek bijvoorbeeld is heel nadrukkelijk handwerk. Dus dat kan helpen dat hier verwarring... Eigenlijk willen wij nooit op het handwerk duiden. Ja. Maar goed, dat is het kader die ik even historisch probeer. Dus nu geef ik het over aan de technocriticus en kijkers. Heel benieuwd wat hij te vertellen heeft erover. Mag ik weer mijn quote? Komt weer een quote aan. De volgende quote. Yes. Dit is mijn favoriete quote uit het hele werk. In the context of this thinning boundary between art and technology. Dus daar hebben we het hier over. Dat zijn hoe in kunst, in dit soort vormen van kunst, de scheidslijn tussen kunst en technologie steeds dunner wordt. It seems legitimate and necessary to ask whether and to what extent art is complicit with the manipulative flow of power, or whether, on the contrary, it exposes, complicates, or perhaps even contests them. Andersom geformuleerd, wat hij hier zegt, is dus dat kunst, die zich beweegt op die thinning boundary tussen art en technology, altijd moet exposen, complicate, or perhaps even contest. Het eerste werk, dat vond ik dus, doet dat op geen enkele manier. Het tweede werk, dat ik toen heb besproken, vind ik, met die 3D-dingetjes, vind ik dat het inderdaad iets exposes, it complicates things and it contests things. In het werk van Driessen en Verstappen ben ik weifelend. Ik weet nooit zo goed of het werk... wat vaak een hoge vorm van interactiviteit kent. En interactiviteit is iets wat op het internet voorkomen, gecommercialiseerd is, gecommodificeerd is. Iets dat onderdeel geworden is van onze hele technologische cultuur. Of dat die vormen van interactiviteit in hun werk iets aan de orde stelt of niet. Ik weet ook niet of ik vind dat... het werk dat zij produceren uiteindelijk toch niet ten prooi valt aan een soort commodificering, commercialisering of zelfs esthetisering, al is het dan van hout, waardoor het ook vermarkt kan worden. Ja, maar esthetiek is een heel complex iets. Dat kun je niet zomaar afdoen met, en kun je niet direct koppelen aan verkoopbaarheid. Omdat het juist ons er ook om gaat, om door middel van digitale technieken een nieuwe esthetiek in de wereld te zetten. Die staat tegenover de moderniteit van het simplificeren en van het idee van harmonie, zoeken wij juist naar grilligheid en complexiteit. Dat zetten wij daar tegenover. Dus het is wel degelijk houden wij ons bezig met esthetiek. Maar esthetiek is namelijk... iets wat juist zich met de digitale middelen opnieuw laat definiëren en nieuwe mogelijkheden aanbiedt voor de kunst. En wij onderzoeken dat op een totaal vrije manier. Ja. Wij doen
En dan kijken wij. En dan kijken wij wat eruit komt. Het is helemaal vrij onderzoek. Zoals ook Piet Mondriaan vrij onderzoek deed en laat die kunstlui maar lullen. Maar gewoon, je moet eerst iets doen en dan kan je erover lullen. Daarvoor zei ik ook dat ik het nooit zo goed weet. En jij geeft me nu deze uitleg. Ik zou eigenlijk vinden dat het werk dat sneller neer zou moeten zitten dan het nu wordt neergezet. Dus ik blijf twijfelen, ook als ik denk aan Evolver bijvoorbeeld, dat werk, hè, dat andere, dat heel actief, dan blijf ik twijfelen, wordt daar iets neergezet dat volledig, opgaat in allerlei gecommercialiseerde processen van interactiviteit of en esthetisering, of maken jullie inderdaad die stap naar wat jij zegt. En ik weet het gewoon niet. Wat wij proberen te onderzoeken is hoe je geïnspireerd door de natuur bepaalde elementen van groei, evolutie kunt inzetten in het digitaal, kunt vertalen naar een digitale techniek. Hoe kun je parallel aan DNA code op dezelfde wijze laten overerven en laten groeien in binnen een systeem? En dat is volgens mij wel een vernieuwend onderzoek wat in eerdere fases in de kunstgeschiedenis gewoon niet aan de orde kon komen. Even reageren op dat. Dat is een deel van mijn kritiek op jullie werk, dat je een aantal concepten als natuur of natuurlijke ontwikkelingen, die volgens mij eigenlijk niet echt meer gebruikt kunnen worden in een tijd waarin natuur zelf al helemaal ondergeschikt is aan technologie. Precies, dat spannend. Ja, maar die kritische conceptualisering van zo'n begrip natuur vind ik dan gaat ten onder in het feit in de esthetisering van het ontwerp. Dat is waar, maar het is wel een andere esthetiek, een nieuwe esthetiek. Wacht, en dat is het belang, denk ik, van wat de kunst kan doen. Ik wil nog iets. Hier ben ik het weer op subtiele wijze net niet met je eens. Wat ik vind, en dan heb ik het vooral even over Evolver. Want ik, jammer, dat is niet waar we het hier over hebben, maar Evolver ken ik toevallig goed. Want daar gaat het over veel meer dingen dan alleen esthetisering of een soort zeg maar absorptie van een concept uit de natuur en het vertalen. Evolver gaat voor mij heel erg over de manier waarop beelden tot stand komen. De manier waarop code in beeld betekenissen oproept die zeg maar, dus artefacten eigenlijk genereert, die niet per se of door jullie, Klaas, of door even de computer. Meedenken met het publiek die nu geen plaatje ziet. Nee, misschien waar, wil je het even omschrijven. Zal ik het proberen te omschrijven? Het zijn heel goed, dankjewel. In het Leids Universitair Medisch Centrum hangen 4 beeldschermen en op elke 4 beeldschermen groeit een kolonie pixelwezentjes die pixels verkleuren en dan verspringen en dan weer pixels verkleuren en dan weer verspringen. En al die wezentjes die beantwoorden aan een simpele set genen. En die genen komen uit een pool en die pool die wordt telkens ververst doordat mensen die langs dat werk lopen van één van die 4 dingen zeggen, die vind ik niet mooi. En als die niet, die gaat weg. Dus dat betekent dat diegenen die daarachter zitten minder waard worden. En die anderen die blijven in die pool zitten, die krijgen meer punten. De volgende generatie wezentjes die uit die pool komt, zal iets meer van diegenen hebben die dan nadrukkelijker vertegenwoordigd zijn. Waar het mij, want ik, dus dit, ik geloof dat ik het aardig samenvat. Ja, ik heb er ooit een tekstje over geschreven. Wat ik interessant vond aan het werk is, behalve dat het heel toegepast op die context heel specifiek is dat het ook allerlei vragen stelt over de beeldgeneratie, over de manier waarop je zo'n beeld leest. Het ziet er meteen uit als of een bacteriekolonie, of als een gesteente, of als een afzetting, of als een soort geologisch proces wat je ziet. En dat komt doordat de manier waarop die pixels op elkaar reageren vergelijkbaar is met de manier waarop wij, sorry, nee, nu wordt het abstract. De vraag stelt het aan mij of de manier van lezen van zo'n beeld, of dat niet het gevolg is van onze
Sorry, ik heb het gevoel dat ik in ieder geval mezelf een beetje verlies. Maar wat ik er interessant aan vond is dat het gaat over of dat beeld een artefact is van onze manier van betekenis erin leggen. Of van dat ding wat erachter zit. En dat heb je altijd bij de natuur. Of dat nou technologische natuur is of niet. Dat vond ik er interessant aan. Dat het mij ondervroeg van hoe lees ik beeld. Terwijl ik weet dat dit beeld niet door iets of iemand met een bewuste betekenis gemaakt is. Terwijl ik er allerlei betekenissen in moet lezen zonder dat ik daar wat aan kan doen. Dat vond ik er heel interessant aan. En dus dat zit wel. Dus nu, ik heb nu die bereidheid die jij bij het vorige werk had, die ik daarvoor wat minder had. Maar is dat het proces dat je hier schetst, dat is ook als ik naar een tekenfilm kijk, of als ik naar elke willekeurig digitaal beeld kijk, ja. Wordt dat proces ondervraagd? Dat is eigenlijk mijn punt. Ja, precies. Ik vind dat daar. Ja. Ik kan niet anders dan. In ons werk doen wij eigenlijk telkens een pleidooi voor zelforganisatie. Hoe kun je als kunstenaar een stap terug doen en kun je een proces in gang zetten wat zichzelf in een bepaalde feedback naar zichzelf in verschillende fasen, verschillende stappen, naar een heel gedetailleerd eindresultaat of naar een resultaat leidt dat zichzelf telkens verandert. Maar de principes die eronder liggen zijn bottom-up en zijn eigenlijk een principe van zelforganiserende processen. En daar zit hem ook de link met de natuur, waar eigenlijk ook al dat soort processen natuurlijk op een biologische manier tot stand komen. Maar verstoor je dat hele verhaal niet door zoiets neer te zetten? Nee, helemaal niet. Het is als je plukt ook appels en die kun je ook mooi vinden. Het zijn ook resultaten van een boom. Heel veel verschillende appels groeien. Ja, Robert, ik moet naar die ene vraag van het prijskaartje. Ah. Mooi. Nou ja, dat weet ik, want ik ben een galerist, dus ik heb daar verstand van. En wat gooien we tegen? Wij waren het eigenlijk wel eens. Wij denken zo 4.000-5.000 euro. Mooi bedrag. Nou. We hopen meer natuurlijk. We hebben soortgelijke objecten verkocht, dus ik weet een beetje over het prijskaartje. Ja, zij hoeft de prijs niet te weten. Uitstekend, dankjewel Maria Verstappen, Driessen en Verstappen en Breed. Tot slot iets audiovisueels. En ja, ik zit te denken, zullen we daar gewoon eerst even naar kijken voordat we onze gast op het podium vragen. Hoort wat hard geluid bij. Pinar en Viola. En hier is Viola. Applaus voor Viola. We gaan je werk zo meteen al echt eer aan doen natuurlijk. Maar wat is het? Ja, dit was eigenlijk een soort van mega glitch. Dit is de glitch van de moeder aller glitches, zeg maar. Ja. Maar deze video die is eigenlijk geïnspireerd op glitches. Dat zijn dus systeemfouten. Maar we hebben ze heel erg eigenlijk zorgvuldig uitgezocht. We kunnen het misschien gewoon nog een keer draaien met de muziek. Want... Ja, zullen we nog eens proberen?
denk als die borrel zo meteen... ja, applaus inderdaad. Als de borrel lang genoeg doorgaat, hebben we meteen een soundtrack erbij. De muziek, Diplo? Ja, een super hyperactief nummer met heel weinig lyrics. En ja, Diplo heeft eigenlijk normaal in zijn video's ja, vooral echt hele hete vrouwen en stranden. En ja, wij, als wij beginnen met een werk, dan het is heel erg esthetisch en heel erg visueel. Maar... Even voor de zekerheid, dit is dus echt de officiële clip zeg maar, bij dat nummer, hè? Okay. En dan beginnen we heel erg met een verhaal, met een, eigenlijk een scenario dat we willen afbeelden. Maar met deze muziek, het was zo abstract en zo eigenlijk alleen dat tempo wat vooral heel erg aanwezig was. En ja, Brothers Go is basically de tekst. Dus we, ja, we zijn gewoon eigenlijk begonnen met een totaal blanke pagina. En we waren hier vooral geïnspireerd voor, door die speed. En die extase erin zit. En ja, die hebben we vertaald in ja, een soort van parcours op een wereld dat eigenlijk een soort van de steppen van, de, van het internet zijn. Met digitale windhonden. Die dus eigenlijk een soort prooi achtervolgen. Wat dus die webcam bunny is. En wat ook onderdeel was van deze muziekvideo was een webcam applicatie. Dat je dus zelf ook een konijn, dat die bunny kon zijn, de Diplo Bunny. Kun je dit nou nog een keer reproduceren of zit er wel enige vorm van willekeur in bij, bij het ontwerpen van zo'n video? Ja, want ons werk gaat eigenlijk heel erg over digitale ambacht. En juist dingen eigenlijk hebben vriezen in tijd. En eigenlijk iets wat je meer associeert met een lage resolutie, om daar juist een hele hoge resolutie aan te geven. Maar hier was een interessante combinatie van alle elementen die we hebben gemaakt, heel erg zorgvuldig. En dan dus werken met die data moshing glitch effect, effecten. En waar, je eigenlijk, waar we daarna weer juist heel zorgvuldig bepaalde keuzes hebben gemaakt. Dus het is echt een combinatie van. Even naar panel, Nathalie, jouw gedachten? Ja, ik vind het onbetaalbaar. Even kijken, ik wil even terug inhaken op Rob, want ik zou denken dat dit werk totaal beantwoordt aan jouw stellingen die jij citeert. Ik vind het werk, ik vind het een lui werk en ongevakkig esthetiek. Wacht even, dan ga ik eerst even een verdediging, want ik zie hier totaal in dat het zich bewust is van zijn technologische context, dat het die... uitdaagt, dat hij zelf zeg maar, zo ver gaat om wat er fout gezien te kan worden, zich toe te eigenen en eigenlijk te overmeesteren. En daar als, zeg maar, als maker, als de grootste uit de bus te komen. En daarbij, als we het hebben over commodificatie, ja, het is een toegepast werk, want het is een videoclip, maar dit is gewoon beschikbaar voor iedereen. Wauw. Vind ik heel gaaf. Extreem gepolariseerde meningen, wat vind je zelf? Als je hierop reageert? Dat dit een lui werk is, dat is echt, ja, totaal, maakt geen enige, dat doesn't make any sense, want er zit echt zoveel uren in. En, ja, maar dat bedoel ik niet met lui. Wat bedoel je dan met lui? Voor lui is dat het... Ja, maar jij bent ook op zoek naar bepaalde zeggingskracht. Maar dit antwoordt gewoon niet aan jouw zeggingskracht. Nee, zeggingskracht is helemaal geen categorie voor mij om naar dit soort werk te kijken. Ik vind het te weinig gelaagd. Dat bedoel ik met laag. Zijn er meer reacties uit het panel? Sorry? Zijn er meer reacties uit het panel? Ja, ik had twee punten. Ja. De eerste is dat... Dus ik kijk er graag naar, laat ik dat even voorop zeggen. Maar ik weet niet of dat genoeg is. Of dat genoeg is om, want we hebben het hier over, niet of, het, of je er graag naar kijkt, maar we hebben het erover, was het kunst of niet? En als het kunst was, wat was het dan waard? Dus als kunst heb ik er een punt mee. En dat is namelijk dat het glitch visuele esthetiek gebruikt, zonder eigenlijk iets te doen met de software kritische kant ervan. Dus zonder dat op een of andere manier ingaat op de zeg maar de, laten we zeggen, ja, hoe moet je het zeggen, hegemonische kanten van, ja, Rosa Menkman, dankjewel.
Dit was de Nederlands bekendste en mogelijk eerste grote glitch kunstenares. Die van glitch gebruik maakt eigenlijk om manier te zeggen, als manier om het over de, zeg maar de krachten die in het code, in de code zijn verborgen, die erin zijn opgeslagen, de tradities waaronder die gemaakt worden, de omstandigheden waarop ze tot uiting komen, visueel tot uiting komen, maar ook politiek en economisch tot uiting komen. En glitch is voor haar een manier om telkens die ontregeling aan de orde te stellen. Het is visueel, maar het is ook heel kritisch, economisch, politiek, kritisch tegelijkertijd. En ja, voor mij is dit waar glitch over gaat. En dat mis ik een beetje in jullie werk. Een ander tweede punt is, of tenminste dat mis ik als ik er als kunstenaar kijk. Laat ik het zo zeggen. En ik hoef er niet per se als kunstenaar te kijken. Maar dat is weer zo'n contextvraag, die hebben we al gehad. Tweede punt is dat het soort processen die je aan de orde stelt in die clip, en dat is niet alleen glitch, dat is ook Snapchat, dat masker zit er ook in, en ook gewoon het zeg maar vrij beschikbare beelden en remixen, dat die allemaal afkomstig zijn uit een cultuur waarin auteurschap eigenlijk niet een rol speelt, terwijl wat jij doet wel heel erg is het leggen van een claim van auteurschap daarover. En dat, ik weet niet of dat expres is, ik weet ook niet of dat per se een probleem is. Maar dit is Metahavens, van andere referentie. Die ook heel erg met remix en met zeg maar de onderkant van de beeldcultuur van internet werken. Maar op een politiek heel bewust en heel precieze manier. Dus die esthetisch ook, ja, laten we zeggen, de vormentaal hanteren die jullie ook hanteren. Maar op een manier die allerlei krachten ook aan de orde stelt op de manier die Rob misschien ook bedoelt. Dus vragen opent over wat zijn de condities waaronder dit soort beelden ineens betekenis krijgen. Dus als clip vind ik hem super geslaagd, maar als kunst stelt het mij twee vragen waarvan ik niet weet of jij zij bij mij afdwingt. Ja, een reactie op? Nee. Jij bent gewoon trots op je werk, hè? Dat is natuurlijk gewoon punt uit. En het is onbetaalbaar, zegt Nathalie. Wat is het prijskaartje aan deze kant? Ja, wat is het prijskaartje aan deze kant? Ik hoor hier onbetaalbaar, dus als er een winnaar zou zijn vanavond. Ik ben heel marxistisch, dan denk ik van hoeveel uren heb je hier aan gewerkt en hoeveel zijn jouw uren waard? Ja, daar begint het dan mee. Ja. Nou, maar ik wil best wel even uitweiden waarom ik zeg onbetaalbaar. Want ik gooi dat er net zo in als statement. En natuurlijk zit arbeid, daar zit waanzinnig veel arbeid in die videoclip, dat zie je. Maar ik vind, hoe je het zelf verwoordt, zeg maar, de steppen van het internet en hoe je een bepaalde heersende, zeg maar, visuele cultuur die er nu is, afpelt. Weet je, weer vervormd op een hoop. Ik snap ook, dus ik kan daarin meekomen wat Klaas zegt van. Ja, als videoclip heel geslaagd, want zit er een politieke boodschap achter? Ik denk dat als er een boodschap achter zit die veel implicieter is, of die zou ik erin lezen. Niet een boodschap, maar een vraag. Ben ik ook niet zo van. Goed, ik hou heel erg van dit soort esthetiek. Daar ben ik onbeschaamd over. Omdat het voor mij ook heel erg gewoon box tegen wat wij als keurige visuele cultuur willen waarderen of omarmen. En dit moet je niet verkeerd begrijpen, maar ik zie het als een soort van een omhelzen van een zogenaamd slechte smaak en eigenlijk de norm opbreken. En wat ik een waardevolle en nodige positie vind. Dus daarin zit voor mij de waarde in wat dit werk in zijn symbolische waarde kan betekenen. Een verruiming van hoe nauw of hoe eng we willen opvatten wie binnen het elitaire hoekje kunst past. Dus dat waardeer ik enorm. En dus die gegeven en ook dat er een soort generositeit achter zit, daar sta ik heel erg achter. En ik ken jullie werk ook meer en die generositeit die zit ook vooral in. Maar het is toch een heel braaf werk eigenlijk. Of niet? Want jij zegt het omhelst een anti-esthetiek, een esthetiek die we niet willen. Ik zie alleen maar een esthetiek die bijna mainstream is. Een konijntje dat meemt, wat door elkaar gemixte beelden. Ik zie er geen enkele. Er is geen danger in dit werk voor mij, zoals het andere voorbeeld wat je noemde. Er is geen vervreemding in het werk voor mij.
De combinatie van muziek en beeld maakt het heel sterk onderdeel van de huidige beeldcultuur. Dat zou een kwaliteit kunnen zijn, dat je die precies te pakken hebt. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar ik mis gewoon een explosieve kracht waardoor ik denk, wauw, dit is een, waar Maria ook op doelde, zoeken naar een nieuwe esthetiek. Ja, ik denk dat het eigenlijk een... Je moet het niet persoonlijk nemen. Nee, tuurlijk, maar ik denk dat het eigenlijk een zoektocht was naar nieuwe esthetiek. En dat het ook die rol heeft vervuld in 2011. Dat wou ik net zeggen. Ik wou even een tijdskaart plakken, want dit is natuurlijk geen... Het was in 2011 gemaakt. Ik wou net zeggen, dit is geen 2016. En dit is al in de heydays gemaakt door in natuurlijk onderzocht werd door deze beeldcultuur... laatst in een massadistributie neergezet kon worden. We werden natuurlijk aangehaald hoe het in een soort avant-garde kunstpositie werd onderzocht, wat eigenlijk super ondergronds was. Maar dit is natuurlijk ook vanuit een... We hebben vanavond een enorme mashup gehad aan disciplines. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus als je dingen wil categoriseren in kunst en kitsch, we hebben te maken met een demo scene werk, we hebben hier te maken met een toegepast werk, we hebben beeld- en kunstwerk gezien. Dit is een videoclip, dus dit is een ontwerpersvak en dan specialistisch nog een videoclip in die tijd gemaakt, wat natuurlijk, je kan eigenlijk de andere referenties, maar waren natuurlijk, dat was eigenlijk ja, de esthetiek die je toen kon onderzoeken. Maar je moet het heel erg in die context zien, denk ik. Dus ik denk ook dat het te bezadelen met kunsttermen niet zo relevant is. Maar ik denk ook het feit dat er dat webcammasker in voorkomt. En dat iedereen denkt nu, oh, Snapchat. Ja, maar ja. Het was een van de eerste webcammaskers die eigenlijk zo beschikbaar was. En dat je die dus ook kon downloaden, dat is allemaal onderdeel van dit hele verhaal. Exact. Maar ik denk niet dat 2011. Je kunt hem mooi in je zak steken. Viola, dankjewel. Joost meetelt 6 fantastische werken die we hier hebben kunnen zien. Dank aan alle artiesten, dank aan alle liefhebbers. Groot applaus voor hen. Nogmaals, zeker. En een groot applaus voor ons fantastische panel dat hier allemaal op het podium heeft gezeten. Drink rust met het panel en met alle artiesten en liefhebbers. Nog een biertje hier. Bedankt voor het komen en een heel fijne avond.